Accesso. Goedemorgen allemaal, het is lekker vroeg, het is een uurtje of 7:30 en we staan hier lekker eigenlijk in ons blouseje, maar we gaan snel naar binnen, want we gaan vandaag een 24 uur dienst draaien hier in het mooie Breda, of niet Rick? Ja, klopt, Rick gaat met mijn ploeg en Rick die rijdt dan in de eerste tas mee en ik rijd in de tweede tas mee, zo hebben we natuurlijk, mocht die alle twee TS ingezet worden, dan hebben we gelijk een mooi beeld. Zeker. Want dan zien we gelijk dubbel zoveel camera's te plaatsen, dus dat wordt wel mooi, denk ik. Zeker. We hopen dat er iets gaat gebeuren. En we hebben nog een hoop werk, want we hebben nog een hoop op te nemen. Ook voor allerlei andere campagnes en dingetjes die jullie nog allemaal nog gaan zien. Maar we gaan jullie eerst meenemen in de dienst vandaag. Let's go! Goedemorgen, nog een keer nieuwe start. Hou je kom binnen, jongen. Goedemorgen, geur is je tas. Dan ga je links, maar dan pak je hem. Die is om 18 begonnen en eerst wel doen ze de wagens controleren. En Harry in dit geval is chauffeur op de eerste tas. En die controleert de wagen of de pomp werkt, of de truck werkt, al vloeistof in orde zijn. Die andere die krijgen een beweging in, joh. En als je een beetje mee helpt. Richard, ik hoor net dat jij het probleem gevonden. Ja, jongen, zeker in kapot. Kom kijken. Neem je even mee. Ik heb hem er al uitgehaald. Oh, dat is heel erg. Oh, zo. Zo. Oh. Auw. Warm. Helaas, jullie dachten natuurlijk dat ik lag te slapen. Een van de vooroordelen over de brandweer is natuurlijk dat wij hier overdag in een lui stoel liggen te wachten tot we een keer een alarm hebben. Maar dat is dus niet zo. Jij hebt wel andere brieven kunnen zien vanmorgen dat iedereen verschillende werkzaamheden heeft. Zoals de ademluchtwerkplaats, het sporten voorbereiden, de oefening voorbereiden. Maar ook werkzaamheden. Zoals jullie net konden zien dat Richard bezig was met het repareren van het schuimluchtvoertuig. Hier naast zijn ze bezig op het dakterras om het een en ander te repareren aan het gebouw. En zo zijn er eigenlijk heel de dag door werkzaamheden, oefenen, sport. En natuurlijk altijd verstoorbaar. Dus als er een melding is, dan gaan we de straat op. Dus we liggen niet heel de dag in de woonkamer. Ik ben aangekomen in de keuken en het is bijna 11:30 en dat betekent dat er al druk gekokkereld wordt hier, of niet? Jazeker, 12 uur eten voor heel de ploeg. En door de week in de vleeszaak doe ik hier altijd koken. En het verschilt altijd wat ze willen eten. Ik vraag meestal en meestal weet ik wel wat ze willen hebben. En dan ga ik boodschappen halen en dan, dan zorg ik dat er om 12 uur eten is. En is dat dan in iedere ploeg een vaste kok of wisselt dat wel eens? Het wisselt wel, alleen bij ons in de ploeg ben ik meestal de vaste kok. Omdat ik van vroeger uit een horecaopleiding heb en een oude marinekok. Dus ik ben gewend om te koken. En marinekok, en komt het tussen de middag warm eten daar ook vandaan? Ja, daar komt het ook vandaan, ja. Vanuit de marine natuurlijk. Tussen de middag warm eten en s'avonds brood. Ja. Dus, ja. En zijn ze tevreden, Loek? Tot nu toe nog wel. Ik mag nog steeds elke dag koken. Dus Kijk, ik kan niet iedereen tevreden houden. Maar ze kunnen ook kiezen als ze echt geen warm willen om een broodmaaltijd. En dan doen we meestal een snack bij van verschillende vandaag toevallig een broodje pulled chicken. Kijk, lekker. Maar op alle andere kazernes in onze regio, wordt daar ook op deze manier gekookt? Dat durf ik niet te zeggen. Ik weet wel dat er sommige posten zijn die krijgen het vanuit het ziekenhuis het eten. Alleen we hier in Breda hebben ervoor gekozen om zelf boodschappen te halen en zelf te koken. Ja. En in de andere ploegen worden elke keer wisselend van twee mensen die boodschappen gaan halen en die maken dan ook een maaltijd. Dus. Nou mooi, we gaan het in beeld brengen en hier gaan we lekker verder aan het kokerellen en dan gaan we zo aan tafel. Ik zie zelfs een brandweerschort. Hoe zit dat dan? Ja, dat is vandaag geïnvesteerd in mij. Ik heb zomaar twee schortjes gekregen. Zodat ik toch 's middags ook net als eerst of dat ik nog schoon ben. Hè? En in stijl. Ja, zeker. Anders kijk ik om 12:30 al gaan douchen, omdat ik tot mijn nek toe onder het eten zit natuurlijk. Zie je dat je keukenassistent bent? Nou, als ik nou even in de bak doe, hoef ik niet het antwoord. Ja.
Nou, ik krijg heel vaak de vraag van, zijn het alleen maar mannen bij de brandweer? Maar dat is niet. Ik loop nu bijvoorbeeld over een afdeling waar heel veel vrouwen op zitten. Ik zal even kijken of er überhaupt een paar aan het werk zijn. Maar wij hebben in de uitrukdienst ook gewoon vrouwen in dienst. Dus het is niet zo dat het alleen maar mannen zijn. En dit is namelijk risicobeheersing. Kijk. En hier werken wel vrouwen. Echt wel vrouwen, ja. Ja, daarom. Het zijn niet alleen maar mannen. Ja, uit de straat, tankwagen met een lekkage. Heeft u voor mij informatie over de stof? Het betreft geen tankwagen, maar een tank. Waarom? De stof is onbekend. We gaan even kijken of we de poort kunnen openen. We hebben in ieder geval visueel contact met een medewerker, of in ieder geval een machinist. We gaan daar even een verkenning uitvoeren. Het is hier wel een vrij druk fietspad, wat onder winst ligt. Dus de politie kan in ieder geval oprijden tot onze tankuitspraak. Bij mij stond, ik had het op Google gekeken, drijfgas, ja? Drijfgas van spuitbussen. Drijfgas van spuitbussen, ja, ja dat is. Erop. Een beetje het idee wat voor soort... 111, 110? Ja. Even voor jullie beeldvorming, we hebben even nog nader onderzoek gedaan naar die stof. En het zou mogelijk het drijfgas zijn voor in spuitbussen. Oké, drijfgas. Ik heb in eerste instantie was het mogelijk een gas wat zou uitspuiten. Nou, dat blijkt dus niet het geval. Het is een diverse milieugevaarlijke stoffen. Alleen geen vluchtigheid nu op dit moment. Hij geeft een brandpunt per hoger dan 60 graden, dus dat is nu niet echt acuut gevaar. Nee, de machinist heeft aangegeven dat hij waarschijnlijk leeg is. Alleen omdat er geen borden op zitten, is hij mogelijk ongereinigd. We gaan even kijken wat dat nu nog een gevaar oplevert. Maar dan moeten we eigenlijk voor de op. Dus we moeten eerst even kijken of we ruim kunnen uitschakelen met de leiding. Dus dat zijn we nu even aan het bekijken. Ja. Maar voor zover. Op dit moment lijkt het dat hij dood is. Jij was net even precies in onze pauze in de pieper voor jouw TS. Ik denk misschien dat de tweede TS en jij de eerste. Ja. Wat gebeurde er? Wat is er aan de hand? Nou, ik kreeg een melding van een ongevalspoor. En daar zijn een aantal codes bij. In dit geval was het een lekkage. En in de eerste melding was het mogelijk een lekkage van een tankwagen. Te plaatsen bleek, we hebben natuurlijk op veilige afstandmetingen gedaan. De machinist uitgevraagd, de stoffen opgezocht die er in de trein in de wagon zaten. En toen bleek het gelukkig te gaan om een container waar afvalstoffen vervoerd werden. Dus eigenlijk gewoon afval. En daar was het een en ander wat daar vloeistof uitlekte. Dus gelukkig geen gevaarlijke stoffen, niks gemeten. Dus ja, wij weer met z'n volk. Top. Wat eigenlijk wel bijzonder was, we staan hier lekker in het water, de nevel. Was mijn eerste uitdruk als bevelvoerder in opleiding, dus dat was wel even een bijzondere. Ja, maar dat is wel veranderd. Toen ik nog in opleiding was, had ik hier een blauwe stuk op zitten en er stond er echt stagiair. En achterin zat dan wel iemand die opgeleid was en die had dan die rode. En pas toen ik helemaal klaar was, kreeg ik pas die rode. Ja. Ja, dat is nu even anders en dat is voor mensen ook sommigen wel even wennen. Maar nu is het inderdaad zo, als je zelf schaduwt, dus als ik achterin zit en ik kijk mee met iemand anders, dan heb ik blauwe met stagiair bevelvoerder. En als ik voorin zit, dus nu in het stadium van de opleiding dat ik zelf voorin mag zitten, dan doet de bevelvoerder die mij schaduwt, die blijft eindverantwoordelijk, die heeft niks op. En dat heeft ermee te maken dat het voor alle disciplines herkenbaar is dat rood leidinggevend is van het incident. En dan gaan ze vaak niet naar blauw toe, zeg maar. Ja, en mijn is liefst gewoon staan. Ja, dat is zielig. Nee, ik eis die... Je eist dat op. Ik eis die leiding op. Maar vroeger hadden ze ook zo'n rode band rond de helm, toch? Ja, klopt. Ja, dat is wel grappig, want die Wiebo... Zie je hem een beetje staan? Ja, nee, dat heb ik nooit gehad. Oh. Maar ik zag net Wiebo, die had hem wel de oude helm bij. Ik zal hem laten zien. Nou, 's middags na het eten, dan oefenen wij altijd. En in dit geval gaan we even kijken hoe de waterwinning zit bij een nieuwe bedrijf. Dit is een heel nieuw pand. Dat hebben ze hier neergezet. En dan gaan we even checken hoe dat precies zit. Ja, ik sta hier naar Geert. Geert is een van de 6 sportinstructeurs van Brand Breda. En er zitten 2 sportinstructeurs per ploeg in. En Geert, hoe gaat dat een beetje de sporten uitzetten en zo? Hoe werkt dat? Ja, we beginnen 's ochtends met het klaarzetten van onze les. We hebben ook wat dingen die we moeten doen qua schoonmaken, onderhoud van het veld, buiten bladruimen,
noem het maar op. Zaal vegen, zaal dweilen, fitnessapparatuur schoonmaken. En daar staat eigenlijk, daar is de ochtend mee. Ja, dat is jullie werk eigenlijk 's morgens, de onderhoud van heel het sportgebeuren. Klopt. En de oefeningen uitzetten dan. Ja. Ja. En dan, 's middags dan? Ja, 's middags gaan we altijd sporten, hè. Verplicht uurtje sporten, inclusief warming-up, wat oefeningen. En we sluiten eigenlijk altijd afgezamenlijk met een potje voetbal, volleybal, ligt er een beetje aan hoe het weer is. Ja, en dat is eigenlijk los van een uurtje, want een uur gebruiken jullie echt om aan de les te geven. Ja. En dan doen wij nog een uurtje voetballen of volleybal, net hoe slecht is. Ja. Ja, ligt een beetje aan het weer. Soms gaan we op locatie sporten. Ja, vorige keer. Hè, als de mogelijkheid er is, dan gaan we met alle voertuigen ergens in Breda sporten waar het kan. Dus voor de afwisseling is het ook wel eens leuk. Ja, ja, hardlopen in het bos doen we of bij die blikschichten op en neer. Ja, dat is lachen. Een van de voordelen over de brandweer is vaak het verschil tussen de vrijwilliger en de beroeps. Maar er zit eigenlijk weinig verschil in. Kijk, natuurlijk de 24 uur, de beroeps zoals we die nog noemen, die zijn in vaste dienst, werken in vaste ploegen, dus in een rooster. Terwijl de parttimer die komt eigenlijk altijd vanuit huis en die heeft natuurlijk wel zijn oefenavond en zijn trainingen. Maar alle opleidingen, trainingen, maar ook de fysieke keuringen, die zijn allemaal hetzelfde voor de vrijwilligers als de beroeps. Dus daar zit verder weinig verschil in. Oeh, laag. Ja, netjes. Nou, dat ben ik. Ik gooi 10, 18. 18. We draaien daar. Er kunnen natuurlijk maar zoveel mensen vrij zijn. Omdat natuurlijk de ploeg moet gevuld zijn. Dus ja, dan kan er wel eens meer mensen vrij willen dan het kan. Dus dan wordt er gedobbeld. En wie de hoogste score heeft, die krijgt je daar. Ja, dat is de binnenbrand in de stad. Hè. Dat gebeurt wel eens vaker hier. En als het hier gebeurt, dan is het gelijk raak. En daarom rijden we ook met 2TS'en. Dan kun je gelijk eerst klap maken en dan heb je de minste kans dat het uitbreidt. Als het hier uitbreidt, dan is het raak. Ja, het ging ontzettend snel. Het is wel goed warm binnen, maar wel snel onder controle. Alleen best wel een klus met die stadspanden om na te verkennen, zodat alles vrij is van CO. Ja, het is één houten bende, zeg maar. Het is hout van boven naar beneden, van beneden naar boven. En aan de eerste kant zitten gelijk die panden eraan vast en die lopen aan de achterkant ook wel eens een keer kriskras door elkaar. Dat zag je nou ook. En dat is gewoon het grootste risico in de stad. En daarom drukken wij hier met twee wagens gelijk op uit. Ook wat je nou ook ziet, de eerste tas bijvoorbeeld op de havenmarkt staat vol met terrassen. Dat is lastige bereikbaarheid, dus wij zijn met de tweede tas over een andere kant aangekomen. En dan zie je dat wij net iets eerder zijn. Ja, dat is dan zo. En dan pakken wij de eerste aanval en jullie gelijk achteraan. Ja. Nou, ik heb inmiddels het trainingspakje aan, want we zijn al flink er ook binnen geweest. Dus schoonwerken natuurlijk. Ja, we gaan. We gaan. Goedemorgen. Daar zijn we weer. En lekker geslapen. Ja, zeker. Slaap lekker hier. Heerlijk. Maar goed, mooi op aantal meldingen gehad. En waaronder een cafébrand in de binnenstad. En je had 's morgens nog een ongeval spoor zag staan. Ja, klopt. Mogelijk een ongeval gevaarlijke stof op het spoor. Dat bleek gelukkig allemaal niet zo ernstig te zijn. En voor de rest zijn we eigenlijk heel druk geweest de dag. Allerlei dingen nog op hebben genomen. En nu zit het weer op. Nieuwe ploeg aan de slag en wij lekker naar huis. Ja, ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. En we weer wat andere dingen hebben kunnen laten zien dan de vorige keer. Dus kijk nu even naar die video van de vorige keer, 24 uur. Dan
ja, word je daar ook nog wel wijzer van. Verschillen zien. En bekijk natuurlijk onze laatste video, de incidentvlog. Hoppa.